Vandaag gaan we aan de slag met panoramafotografie, maar dan net even iets anders. Iedereen kent natuurlijk de panoramafunctie op je camera om mooie landschappen vast te leggen, cityscapes of juist één grote ruimte volledig in beeld te brengen. En in principe is een panorama niks meer dan een aantal losse foto's aan elkaar geplakt om meer in beeld te krijgen dan het met één foto kan. Dat principe, dat gaan we even onthouden om een aantal creatieve shots te maken. Nou, wij gaan op zoek naar een toffe plek om die beelden te maken. Kun jij op je gemakje abonneren op ons kanaal. Oké, als eerste gaan we de panoramatechniek gebruiken om een groothoekfoto te maken. Want ik heb hier de 20 tot 70 mm van Sony op zitten, dus ik kan al aardig wijd. Maar stel nou dat ik alleen een 35 mm lens bij heb. Nou, ook dan kun je nog zelfs groothoekfoto's maken door gebruik te maken van je panoramatechniek. Nou, gelukkig is Chelsea er vandaag bij en die gaat vandaag als model fungeren. Dus ben je er klaar voor? Het is belangrijk dat je stil blijft staan. Yes, daar gaan we. En ik maak voor de zekerheid een heel aantal foto's. Dat je zeker weet dat straks de overlap in de edit goed is. Je moet eigenlijk de handmatige focus altijd instellen. Dan weet je zeker dat alles gewoon op dezelfde scherpte zit en dat er niet iets geks gaat verspringen. En dat geldt eigenlijk voor alle functies. Dus zoveel mogelijk handmatig instellen. Nou, dit zijn ze en die gaan we dus aan elkaar plakken achteraf en dan is het hopelijk gelukt. Cool toch? Oh, dat is echt cool. Oké, door naar de volgende. Ja, wat wel slim is denk ik om te doen, ik heb het nu ook gedaan, is de level functie van je camera aanzetten. Zodat je altijd ziet of die recht blijft. Dat maakt straks in Lightroom het aan elkaar plakken weer een stukje makkelijker. Oké, we gaan het tweede principe eens even testen. Want als je dus die meerdere foto's maakt, kun je ook in één van die foto's iets veranderen. Ja, waardoor je dus een gek effect kunt krijgen in je beeld. En mijn idee is nu dus eigenlijk weer dat we Chelsea op de foto gaan zetten. En we zien Chelsea buiten het raam staan zoals hij hier staat. En binnen in de weerspiegeling, nou, dat gaan we veranderen. Dus we gaan eens even zien of het lukt. En dan is het nu voor mijn zaak om even heel stil te blijven staan. Omdat je natuurlijk een beetje hetzelfde kader wil houden. Als ik het diafragma dichter zet, dan blijft alles natuurlijk ook scherp. Dat is misschien wel beter voor dit. Want anders heb je kans dat de scherpte gaat verspringen. Nou ja, het grappige is, je hebt dus ook diezelfde panoramafunctie op de meeste telefoons zitten. Moet ik wel gelijk bij zeggen dat de kwaliteit van de camera natuurlijk een stuk beter is dan wat op je telefoon zit. Oké, we zijn op de derde plek aangekomen. Ik ben even van lens verwisseld. Ik heb een 35 1.8. Want wat je namelijk hebt als je een groothoekfoto gaat maken, dan heb je vaak ook een grote scherptediepte. Dus vaak niet zo'n hele onscherpe achtergrond. Nou, hebben we ook weer een trucje voor als we ook weer die panoramatechniek toepassen. Ik ga namelijk, nou, ik denk 12 foto's maken van Chelsea met die mooie f1.8. En hopelijk hebben we dan dus en een grote hoek en een mooie kleine scherptediepte. Let's go. Ik ga ook voor de zekerheid even de focus lokken. Oké, ik heb nu een sluitertijd van 125ste f1.8 en de ISO staat op 100. En ook weer belangrijk dat we die even allemaal aan laten staan. Oké. Ja, wat denk ik wel een handig trucje is, ik heb de rasterlijnen aangezet van de derde regel. En dan kun je dus eigenlijk precies die vakjes gebruiken om elke keer je nieuwe foto te bepalen. Dan zou die als het goed is goed uitgeklemd moeten zijn. Oké, dat was hem weer voor deze Even Anders. Natuurlijk zijn er nog veel meer manieren om hiermee te experimenteren, dus ga er vooral lekker op uit. Ik heb natuurlijk ook een aantal instellingen genoemd. Nou, dat zijn geen vaste waardes, want mik ik de camera die kant op, zijn de instellingen weer anders dan die kant op. Dus vooral lekker veel doen. Like, abonneer en tot de volgende keer.